Dus hallo allemaal en leuk om deze aftrap te mogen doen. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat het vandaag is en niet vorige week toen de mussen dood van het dak vielen. En nu is het weer iets aangenamer. Dus erg prettig. Ik ga iets vertellen aan jullie over zaken waarvan iedereen weet, waarvan iedereen eigenlijk altijd wel het een en ander weet of denkt te weten. Neem bijvoorbeeld gezondheid, om maar iets te noemen. En ik ga het C-woord niet laten vallen, behalve als het over mijn eigen naam gaat. Maar er was een zekere periode waarin iedereen wist hoe het moest met onze gezondheid. En als je een probleem hebt en je vertelt aan een ander, dan is een stevast, krijg je te horen, weet je wat jij moet doen? En dan weet diegene dat. En als dat zo gebeurt in de geneeskunde, dan is er altijd wel een wetenschapper of een journalist die op een gegeven moment een boek schrijft om de mythes en de waarheden van elkaar te onderscheiden. Om te proberen om af te komen van dat wat niet werkt. Bijvoorbeeld Trick or Treatment van Simon Singh en Edzard Ernst, dat een aantal jaar geleden verscheen, waarin bijvoorbeeld chiropractie en acupunctuur worden afgeserveerd als onwetenschappelijk, niet werkend. Stop ermee. Heeft het effect gehad? Ja, een beetje, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk niet. Voeding geldt hetzelfde voor. Iedereen weet hoe je gezond moet eten. Iedereen weet wel het beste dieet. Een tijdje geleden was het koolhydraten. Nu is het weer wat anders. En eens in de zoveel tijd dan publiceert iemand een boek waarin het gaat over, bijvoorbeeld in het Engels, why almost everything we've been told about food is wrong. Of een boek van Martijn Catan dat heet Voedingsmythes. Dus ook als het over voeding gaat, proberen mensen de waarheid of de wetenschappelijke waarheid van onzin te onderscheiden. En niet alleen voor voeding geldt dat, maar het geldt ook voor opvoeding. Ook voor opvoeding, iedereen die kinderen heeft, die weet, zodra je dan wel in verwachting bent, dan wel vader wordt, dat je allerlei tips krijgt over opvoeding van goedbedoelende, dat zijn altijd schoonouders. Hè? In ieder geval, niet ouders, maar schoonouders, die geven de tips wat je moet doen. En zeker als je met een dreinend kind in de supermarkt zit, is dat natuurlijk heel prettig om te weten wat je daar dan tegen moet doen of wat je fout hebt gedaan als ouder. Nou ja, neem een boek als Zoete kinderen eten geen suiker van Jonica Smeets. Dat gaat erop in over de mythes rond opvoeding. Om een voorbeeld te noemen, u weet allemaal dat als kinderen kleurstof hebben gegeten, dan worden ze wild. Daar komt het toch op neer, hè? Dat weet iedereen. Is niet zo. Is niet zo. Echt niet. Wetenschap heeft het uitgezocht, is helemaal niet zo. Wat ik wil zeggen eigenlijk is, mythes zijn in. En al kleine 10 jaar, misschien wel 15 jaar zijn mythes in. En ik, Pedro en Paul Kirsten hebben geprobeerd eigenlijk ons steentje daaraan bij te dragen door ook op de berg van mytheboeken iets te publiceren. In dit geval niet over opvoeding, maar dan over onderwijs. En dat hebben we gedaan vanaf 2013. Ons boek kwam dit jaar 10 jaar geleden uit. We gaan dat nog een keer vieren. En het heet Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs. Een grote verzameling die we eigenlijk oorspronkelijk via social media met elkaar besproken hadden en uiteindelijk in een boekvorm is gepubliceerd. Later in het Engels verschenen ook nog, omdat de titel Urban Myths, ik zit nu met mijn pointer te wijzen, is niet nodig. Uitgebreid en een vervolg erop verscheen in 2016 en 2019, ik vergeet het zelfs een beetje. Heet Juffen zijn toffer dan meesters, met nog meer mythes en we zijn nog niet eens klaar. Een verwijt of iets wat we vaker te horen kregen is, jullie focussen eigenlijk op allerlei dingen die niet kloppen, maar wat klopt dan wel? Ja, dat is eigenlijk veel moeilijker om te zeggen wat dat betreft. Maar we hebben geprobeerd dat toch op te schrijven en in 2021 publiceerden we een boek over psychologie. Wat heet het ook alweer? Alles wat je moet weten over psychologie. En daarin hebben we geprobeerd samen te vatten eigenlijk wat we redelijk zeker weten op dit moment over psychologie. En dat viel wel best tegen wat we daarover weten. Een heel stuk waar allerlei zaken waarvan we dachten dat we die wel wisten, of die in alle psychologieboekjes voorkomen, ja, die bleken eigenlijk toch niet helemaal te kloppen. Psychologie heeft namelijk wat we noemen een replicatiecrisis achter de rug. En dat houdt eigenlijk in dat eerdere bevindingen, eerdere zekerheden, die zijn eigenlijk een beetje wankel geworden. En dat geldt natuurlijk ook dan voor onderwijs. En in onderwijs geldt het misschien nog wel meer dan in sommige andere disciplines. Ik haal wel eens dit citaat aan van Leo Prick, een echte onderwijsman die een boek schreef in 2006 over de tweede fase.
in het voortgezet onderwijs, die toen, of de basis en de basisvorming, die waren falikant mislukt. Want onderwijsbeleid, als het er al is, dan mislukt het ook nog eens vaak. En Leo Prick zei, het onderwijs ligt voortdurend onder vuur, het vuur van het waan van de dag. Dus onderwijs lift heel veel mee op de waan van de dag. De ideeën die op een bepaald moment populair zijn, ja, die moeten ook een ingang vinden in het onderwijs. En wij hebben geprobeerd eigenlijk om de, wat we noemen de broodje-aap-verhalen over onderwijs, een beetje daaruit te halen. Met wisselend succes. En we voelden ons daarbij bij onze analyse van verschillende onderwerpen, dingen die wij tegenkwamen in het onderwijs, waarvan we zeiden, klopt dat wel? We voelden ons soms een beetje zoals dat jongetje in het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dus langs de kant roepend, die keizer heeft geen kleren aan. Werd het jongetje gewaardeerd in het sprookje? Nou, niet echt. Uiteindelijk ging de meute wel mee met hem, maar het duurde wel eventjes. Iets over onderwijsmythes dan. Daarvoor bent u gekomen. Nou, ik wil er eerst een aantal kenmerken daarvan noemen. En het zijn er nogal wat. In ons eerste boek bespraken wij 35 onderwerpen. Dat vond ik zelf ontzettend veel. Van neuromythes, digitale zaken, algemene zaken over leren en dergelijke. Daar komen we zo meteen op. En in ons tweede boek hebben we er nog eens 20 bij gedaan. En we waren nog niet eens, nog lang niet klaar, hadden we het gevoel. Maar we zijn ook van bepaalde onderwerpen afgebleven. Ze blijken ook hardnekkig te zijn. En met hardnekkig bedoel ik dat ook al weten veel mensen dat zo'n bepaald onderwerp, dat een mythe is of dat het niet klopt, toch blijft het wel vaak heel aantrekkelijk. Toch is het ook wel gemakkelijk om het mee te nemen in het onderwijs. En ik denk dat dat voor voeding en geneeskunde eigenlijk hetzelfde is. Dus ja, er is sprake van een mythe. Maar het, ja, kijk, een leraar zal tegen mij zeggen, in mijn klas is het toch weer net even anders dan wat jij vertelt. Oké. Okay. Blijft hardnekkig. Je vindt ze in allerlei soorten en maten, dat is een ander punt. Maar vaak hebben ze de vorm van een piramide. Ja, dat is een beetje een rare bevinding. Ik heb ooit een lezing gegeven in Twente die ik noemde het raadsel van de piramides. De veel theorieën in het onderwijs die worden gevormd als een piramide of platgeslagen als een driehoek. En waarom een piramide? Bedenk even een metafoor voor piramides. Ze zijn al heel oud. Ze zijn heel stevig. Ze zijn vast heel kwalitatief goed. Je hebt een brede bodem en een kleine top. Dus je kunt zeggen, een basis is belangrijk. Maar de top is de top natuurlijk. Enzovoort. Dus veel theorietjes in het onderwijs, die hebben de vorm van zo'n piramide. We komen er zo meteen eentje tegen. Zijn ze per se schadelijk? Dat vonden wij wel belangrijk om te benoemen. Nee, dat niet. Dus een docent kan met de beste wil van de wereld een bepaalde mythe meenemen in zijn onderwijs of uitdragen. Dat wil niet per se zeggen dat die docent slecht onderwijs geeft. Maar wij denken wel dat het beter kan. Wat ik wil doen is een aantal van die mythes met u doornemen en bekijken. En ook tenslotte nog ingaan op een aantal zaken waarvan wij denken dat die wel werken. In ieder geval waarvan we redelijk robuust kunnen zeggen, nou, die werken. Nou, wat zullen we eens nemen als eerste? De leerstijlen, ja. Nummer 1 in ons boek, nummer 1 in ons eerste boek was de mythe van de leerstijlen. En ook een van de meest in het onderwijs, meest in het gedachtegoed van veel mensen doorgedrongen ideeën. Ik hou mij hier al 10 jaar mee bezig, of nog langer. Ik denk altijd, wat ik vertel, dat weet al lang iedereen. Maar dat is niet zo. Telkens weer zeggen mensen, hoe bedoel je dat werk? Dat is niet waar. Natuurlijk heeft iedereen een leerstijl. Want de een leert op deze manier en de andere leert op een andere manier. Dat betekent eigenlijk simpelweg dat iedereen een eigen voorkeur heeft om op een bepaalde manier te leren. Dat klopt. Maar één manier om mensen in te delen is via bijvoorbeeld de een die leert beter door te luisteren. En de andere die moet het lezen. En dan heb je nog mensen die kinesthetisch leren en dat is dan met bewegen, dan moeten ze erbij bewegen of iets dergelijks. Enzovoort. Een leuke oefening is ook, die je zelf kunt doen thuis, is om zelf een eigen indeling in leerstijlen te maken. Je kunt zelf ook eentje verzinnen. U bent dan niet de eerste die dat doet, en zeker ook niet de laatste, want naar mijn idee zijn veel van die ideeën op die manier ook tot stand gekomen. Iemand dacht, ja, sommigen doen het zo en anderen doen het zo en dat is blijkbaar een bepaalde stijl van leren. Je kunt het ook combineren.
Je kunt zeggen van, nou, de een leert auditief en de ander leert visueel, maar dat kan ook gecombineerd zijn. En is het een visueel-auditieve leerling of iets dergelijks. En als onderwijscoach kun je hiermee een school ingaan natuurlijk en zeggen van, nou, leraren, leerkrachten, let op. Je moet rekening houden met elke leerling zit ergens in dat, op een van die plekken in deze cirkels. En daar moet je rekening mee houden, anders dan leren ze niet goed. Want dat is een andere aanname in deze theorie. Niet alleen dat mensen elk hun eigen leerstijl hebben, maar ook dat jij als leerkracht je daarop moet aanpassen aan die leerstijl, anders leert de leerling niet optimaal. Een belangrijke aanname erin. Nou, u kunt het niet lezen op uw schermen, of misschien heel klein, maar hele scholen zijn daarop ingericht. Dit idee is een beetje te linken aan ook aan het idee van wat we noemen meervoudige intelligentie. En er bestaan ook meervoudige intelligentiescholen, ook in Nederland. En die passen hun onderwijs aan het type intelligentie van een leerling waarin die goed is. En welke hier staan, ik kan het ook niet lezen hier vandaan, het doet er ook niet zo heel veel toe. Maar denk aan visuele intelligentie, maar ook bijvoorbeeld muzikale intelligentie en beweegintelligentie. Een kind op zo'n school kan bijvoorbeeld zeggen, nou, bij mij is geconstateerd dat ik beweegknap ben. Dus als ik leer rekenen, kan dat alleen buiten al rennend of iets dergelijks. Of al hinkelend, want dan leer je in ieder geval tellen, zou ik zeggen. Zo zit dat in elkaar. Nou, zo kun je zie je allerlei andere vormen ervan. Een nadeel van bijvoorbeeld die meervoudige intelligentietheorie is ten eerste dat die niet klopt. Maar ten tweede dat niemand weet welke intelligenties je dan allemaal zou moeten hebben. Ik heb deze ergens van internet geplukt, deze lijst. Maar de lijst is ook wel eens anders. En er is bijvoorbeeld een tijdje geleden heeft iemand er ook culinaire intelligentie aan toegevoegd. Dus de knapheid om te koken of iets dergelijks. Ook dit is een leuke exercitie. Verzin zelf je eigen intelligentie. Maar werkt het ook zo? Ja, het punt is eigenlijk nee. Ik kan er heel simpel over zijn, nee. Sterker nog, er is zelfs een flinke geldprijs uitgeloofd ooit voor de eerste onderzoeker, eigenlijk wie dan ook, die met een experiment zou kunnen aantonen dat het aanpassen van de instructiestijl aan de leerstijl van de leerling, dat dat een positief effect zou hebben tegenover gewoon op één manier lesgeven. Kijk, je kunt natuurlijk wel goed of minder goed lesgeven. Maar je specifiek aanpassen aan de leerstijl van een leerling, waarvan niemand precies zelfs weet hoe je die zou moeten meten, want hoe weet je wat iemands leerstijl is, dat blijkt gewoon geen enkele relatie met elkaar te hebben. Dus als u in geldnood bent, en dat is eigenlijk iedereen in deze tijd wel een beetje, dan zou ik zeggen, zet een experiment op en probeer de organisatie ervan te overtuigen dat u heeft aangetoond dat leerstijlen daadwerkelijk bestaan. Helaas. Ooit was ik in het Wetenschapsmuseum in Amsterdam, NEMO, hartstikke mooi museum. En daar is heel weinig aandacht voor de sociale wetenschappen, heel veel voor de beta-wetenschappen. Maar ze hadden wel wat, een klein stukje ging over onderwijs. En één deel daarvan van was, welke leerstijl heb jij? Kon je zelf een test doen en dan kon je zien welke leerstijl je hebt. En de studenten die hier zijn, die zien meteen van een doener, een verbeelder, een denker of een beslisser. Dat moet wel de leerstijltheorie van Kolb zijn, inderdaad, ja. Een leerstijltest die werkelijk 90% van werkend Nederland ooit wel eens heeft ingevuld. Ik ook, overigens. En er komt dan uit wat voor leerstijl jij hebt. Doener, verbeelder, denker of beslisser. Nou, toen ik daar was, toen dacht ik van, ja, dat moet ik niet hebben, want dat is een onderwijsmythe. Dus ik heb NEMO laten weten. Dit is flauwekul, dus gebaseerd op een onderwijsmythe. Dus wat doe je ermee? En toen zeiden ze, ja, je hebt gelijk, we halen het weg. En dat vond ik eigenlijk wel jammer, want nou is er dus nog minder aandacht voor sociale wetenschappen in het Wetenschapsmuseum NEMO. Helaas. Er zat er nog eentje in, die komt zo meteen langs wat dat betreft. Die hebben ze ook weggehaald. Ja. Dus dat is het lot van de wetenschapper soms, zou je kunnen stellen. En dit is die andere. En er is ook een link tussen leerstijl en de neurowetenschappelijke verklaring ervan. En een voorbeeld daarvan is onze linker en rechter hersenhelft. Nou, die hebben we. Dat staat buiten enige twijfel, in ieder geval de meeste mensen. Links stuurt de rechterhelft van ons lichaam aan en andersom.
Maar er bestaat ook een ander idee bij, dat je regelmatig tegenkomt. En dat is dat, omdat voor de meeste mensen in hun linker hersenhelft het taalcentrum zetelt, ja, daar zit het niet rechts, hè? Dus dat betekent dat links, daar zit heel veel in wat met taal en met redeneren te maken heeft. En rechts, ja, die hangt er eigenlijk maar een beetje bij. Daar komt het een beetje op neer. Dat wordt vertaald door sommigen in het idee dat onze linker hersenhelft de westerse kant is van het denken. De analytische, rationele kant, die met talen rekenen te maken heeft en dergelijke. En de rechterkant, dat is de creatieve kant. Dat is de oosterse kant van onze hersenen in zekere zin. En in plaatjes als dit zie je dat aardig verbeeld. En soms wordt het met yin en yang aangeduid. Maar belangrijker is dat behoorlijk wat onderwijsmensen, of in ieder geval onderwijsadviseurs, die onverbeterlijk zijn daarin, dit gebruiken om te zeggen dat ons onderwijs niet goed is, omdat het alleen maar gericht is op de linker hersenhelft. En onze linker en rechter hersenhelft zouden meer met elkaar in verbinding moeten komen, meer in harmonie met elkaar moeten zijn en dergelijke. En je kunt een training volgen om de rechter hersenhelft te stimuleren bijvoorbeeld. Of om de hersenhelften beter met elkaar te laten communiceren. Eigenlijk allemaal flauwekul, komt het op neer. En met name komt dat omdat onze hersenhelften al met elkaar verbonden zijn. Ze staan voortdurend met elkaar in contact. We hebben een brug tussen de hersenen, het corpus callosum heet dat. En die houdt de linker en de rechter hersenhelft voortdurend met elkaar in contact. En daarbij is dat over wat links zit en rechts zit, zo scherp is dat allemaal niet gedefinieerd in de hersenen. Maar ik zeg altijd tegen mijn studenten, je hoeft nooit zonder geld te zitten. Want je kunt altijd een training op basis hiervan kun je een uur in elkaar draaien en verkopen. Maar wij zijn integer. Andere plaatje, zoek op linker rechter hersenhelft op Google en je vindt allerlei afbeeldingen als dit. En links is, dat is de kantoorwerker uit die office, zou je kunnen stellen, is een eigen cubicle. En de rechter hersenhelft, dat is de vrijheid of iets dergelijks. Daar wemelt het van op internet en dat geeft altijd een redelijke indicatie van hoe populair een onderwerp is. Een ander onderwerp. De leerpyramide. Dat is er ook zo eentje. En misschien kent u deze. Dit is nou een typische piramide die eigenlijk gewoon een driehoek is, maar vooruit. Maar een driehoek met een top en een onderkant. En in deze piramide, die in heel veel instructies voor bijvoorbeeld aankomend leerkrachten staat, of in ieder geval stond, die maakt duidelijk hoeveel mensen leren afhankelijk van het type onderwijs dat ze volgen. Nou, je ziet staan, als iemand zoals ik iets vertel, dan leer je niks. Dat komt op neer, dat is niks. Dat moet je niet doen eigenlijk, dat komt op neer. Hè? Dan leer je niks. Soms staat er 5%, hier is het geloof ik 10%, hier staat eigenlijk het 0 misschien wel, ik weet het niet eens precies. Dit plaatje is echt, dit staat echt wel zo in verschillende literatuur. En dan komt er nog lezen bij, en dan gaat het dan demonstreren, toepassen, erover praten met elkaar. En het mooiste is om anderen iets te leren over. Dus wat ik nu doe is eigenlijk, daar leer ik zelf dan blijkbaar het meest van, zou je kunnen stellen. U leert niks, ik leer hier. Nou, is dat even mooi zeg. Is dat het doel hier? Waar veel mensen zich door laten leiden hierbij zijn die mooie percentages die daarin staan. Je ziet 10%, 20, 30, mooie getallen. Voor mij en Pedro en dergelijke, we zien dat soort getallen en we denken, dat is te mooi, dat soort getallen. Als je wetenschapper bent en je doet wel eens een onderzoekje ergens naar, dan vind je nooit mooie getallen. Of je vindt het, maar dan klopt er meestal iets niet. En je ziet ook varianten erop. Dit is een andere variant van exact hetzelfde als dat ik net liet zien, die leerpyramide. Maar nu verpakt als iets wat uit een wetenschappelijk artikel lijkt te komen. Zelfs met een bron erbij onderaan. En dan zie je ook weer mooie percentages staan. Nou, het artikel waarnaar verwezen wordt in dit geval, daar staat dat plaatje niet in. Het gaat er niet eens over. Dus hoe verwijs je nou naar iets wat niet in een artikel staat? Daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Maar ik heb maar gewoon niet eronder erbij gezet. Dus het staat niet daarin. Maar dit is wel een hele mooie manier. Als je mensen wil misleiden, presenteer je data dan op een dergelijke manier. Want dit is gewoon een Excel-diagrammetje natuurlijk, waarin duidelijk te zien is hoe effectief leren is. Klopt zo'n leerpyramide nou? Eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Daar komt het op neer.
Alleen al om vanwege het feit dat allerlei verschillende zaken, zoals lezen en audiovisuele zaken, dat die volstrekt door elkaar lopen. Het gaat er vooral om wat je doet met informatie die je leert. Dus ik kan u van alles vertellen. Als u erover nadenkt over die informatie, als u die actief verwerkt, dan bent u wel degelijk aan het leren. Dus klopt het? Een klein beetje zou je kunnen zeggen, maar het is zwaar overdreven om het op die manier in zo'n hiërarchie neer te zetten. En daarbij, die percentages die slaan al helemaal nergens op. U mag ook combinaties maken. Dit is een combinatie van leerstijlen en leerpyramiden. Wat hier staat, u hoeft dit niet te leren, niet te onthouden. Wat hier staat is volkomen onbegrijpelijk. Maar je hebt leerlingen die beter zijn in luisteren. En dan hebben ze ook weer zoveel procent ontvangen ze dan enzovoort. Hele leuke oefening om zelf mythes met elkaar te combineren natuurlijk. Maar het levert wel een hoop onzin op. Dit zou ChatGPT heel goed kunnen, dit soort dingen. Confabuleren van theorieën. Maak een combinatie van twee verschillende onderwijsmythes en je krijgt zoiets als dit, zou ik zeggen. Een ander onderwerp, dat is mindset. Kent u mindset? Als ik dit vraag aan onderwijsmensen, dan gaan ze heel hard knikken, want dat kennen ze allemaal. En waarom? Omdat ze allemaal een studiedag hebben gevolgd, een keer, die ging over mindset. Dat is echt het ding. Mindset, het is niet zo'n hele ingewikkelde theorie, want je hebt er maar twee mogelijkheden. Dus het is niet een hele hiërarchie, het is gewoon maar twee. Dus je hoeft maar twee dingen te onthouden, maar eigenlijk maar één en dan weet je de ander ook. En namelijk, hij kan twee dingen zijn. De een is een groeimindset en de ander is fixed, gefixeerd of iets dergelijks. Fixed on growth heten ze. Nou, zonder dat te weten, als je alleen maar naar die hoofden kijkt en dan probeert te raden welke van de twee goed is en welke van de twee niet, dan kom je al een heel eind volgens mij. En dat komt natuurlijk door de manier waarop de een als groen is afgebeeld en de ander als rood. En er staan een aantal kenmerken onder genoemd. En die gaan over de manier waarop jij omgaat met leren, maar ook met dingen die je niet lukken. En stel dat je iets moet doen, een taak aan het doen bent en het lukt niet. Wat doe je dan? Daar komt het op neer. Dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt met dingen gaan gooien bijvoorbeeld. Je kunt gaan schelden. Je kan boos worden. Je kan weglopen. Maar je kunt ook, dat hoort allemaal bij fixed, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ook zeggen van, nou, volgende keer beter. Ik kan het nu nog niet, maar over een tijdje wel. Dat is growth mindset. Nou, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Carol Dweck, die doet al sinds de jaren 70 onderzoek daarnaar. En dat is op zich een heel leuk experiment dat zij in de jaren 70 deed. Ze gaf kleine kinderen gaf ze puzzels om op te lossen, maar ze wist dat ze die niet zouden kunnen oplossen. En dan keek ze, wat doen die kinderen als het niet lukt? Nou, dit idee is alleen nog geweldig natuurlijk. En wat er gebeurde was, eigenlijk inderdaad wat ik net zei. Sommige kinderen gaan huilen, of schreeuwen, of gaan met dingen gooien, of ze maken iets kapot. En anderen doen dat niet. Denk maar even bij uzelf, wat voor type zou u zijn daarin, of uw kinderen. Ik weet wel waar ik zou zitten op dit spectrum wat dat betreft. Maar dit is vertaald naar een theorie die erover gaat, dat kinderen op school ook vaak te maken hebben met het feit dat ze in een spiraal zitten van het lukt niet en het gaat mij nooit lukken. Niet helemaal ondenkbaar, want die leerlingen zijn daar, kan ik u vertellen. Maar het idee daarbij is ook dat er dan een training is die verkocht wordt om mensen te leren om van in één uur tijd bijvoorbeeld van een fixed mindset naar een growth mindset te gaan. Op welke manier? Nou ja, door ze eigenlijk simpelweg dit te vertellen. En te vertellen dat ze op een andere manier over problemen na moeten denken. Hartstikke mooi. Wat zou het effect van die trainingen zijn? Nou, daar is best wel veel discussie over. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Voor ons tweede boek heb ik dat helemaal uitgezocht in de tijd. En het effect van die mindset-interventies, zoals ze heten, bleek heel beperkt te zijn. Wat je ziet is een beetje een ingewikkeld diagram. Je ziet eigenlijk allemaal studies onder elkaar staan. Die gaan over het effect van mindset trainingen. En hoe verder je van die i-as daar af zit, van die verticale lijn af zit, hoe groter het effect is. Je ziet dat er een paar studies zijn die daar bovenin staan. Die hebben best wel een groot effect. Oké, mindset interventie werkt.
Maar je ziet ook dat er een heleboel zijn die geen effect hebben, geen enkel effect laten zien, en ook nog eens een aantal die negatieve effecten laten zien. Wat daarbij misschien ook wel belangrijker is, dat de grootte van die blokjes die daar in dat diagram staan, aanduiden hoe groot die studies waren die daarna gedaan zijn. En dan zie je dat alle hele kleine studies die eigenlijk niet zo heel sterk zijn, dat die een groot effect laten zien. Terwijl studies die wat groter zijn, wat meer personen checken, dat die helemaal geen effect laten zien. Oftewel, het effect van die mindset interventies is op zijn best gezegd zeer beperkt. En daar gaat ongelooflijk veel geld in om. De theorie kent toch een aantal uitwassen. Dat hoort bij elke wat vagere theorie wat dat betreft. Bijvoorbeeld het feit dat de manier om een echte growth mindset te hebben is door je fouten te omarmen. Daar komt het eigenlijk op neer. Sterker nog, de schrijfster van een wiskundeboek, Joe Bowler, heeft gezegd dat eigenlijk zou je degene die een proefwerk het slechtste maakt, het hoogste cijfer moeten geven. Want die kan de grootste groei vertonen. Nou, als dat geen omdenken is, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan zo op de kalender wat dat betreft. En zij raadt ook aan dat ouders niet aan kinderen vragen als ze thuiskomen, ging het goed op school? Nee, je moet vragen, heb je veel fouten gemaakt? Want dan, en dan hopen dat het antwoord ja is, want dat is goed. Want van fouten groeien je hersenen, wordt letterlijk gezegd. Ja. Ja, we lachen erom, maar het is eigenlijk het is bijzonder, op zijn best gezegd. Even iets anders. Een intermezzo, 65% van de banen die onze kinderen gaan uitvoeren bestaat nu nog niet. Dit is een uitspraak die je redelijk vaak tegenkomt. Hij is in het World Economic Forum, is hij onder andere een aantal keer langsgekomen. Hij komt redelijk zo nu en dan langs. En eigenlijk, dat is even als voorbeeldje, als wij zoiets langs zien komen, zo'n uitspraak, met zo'n percentage erin, dan zijn we onmiddellijk getriggerd, in zekere zin. Dan zeggen wij tegen elkaar, waar komt dat vandaan? Hoe weten ze dat? Dat het 65% is, dus niet 60 of 70 of minder of meer, maar 65. Nou, wat zal het zijn? Waar komt het vandaan? Het klinkt ook aannemelijk, hè? Dat is ook belangrijk. Dat is heel vaak bij mythes. Ze klinken heel aannemelijk. Nou, het punt is een beetje, niemand weet waar het getal vandaan komt. We hebben het niet kunnen achterhalen, in zekere zin. Het wisselt ook zo nu en dan nog. Soms is het 80%, soms is het 50%. Dan worden er een aantal bronnen genoemd bij dat percentage. Als je dat dan gaat nazoeken, en dat doet dus eigenlijk verder nooit iemand, maar wij dan doen dat dan wel eens een keer, dan staat er nooit een percentage in. En tenslotte is één poging gedaan om het wel te meten met een generationele studie door de omroep BBC notabene uitgevoerd in de tijd. En die kwam op ongeveer een derde uit. Nou, dat vind ik toch wel een heel eind verwijderd van 65%. Dat is mijn laatste mythe die ik voor nu bespreek. De digital natives. Ja. De leerling van nu. Is dat nou iemand die anders leert dan wij leerden? Nou, in ieder geval kort, één ding kan ik wel zeggen. Aandacht in het onderwijs is wel in het algemeen is een probleem. Dus de aandachtspannen van jongeren, maar ook misschien wel van ouderen, dat is wel problematisch. Maar dat heeft hier niet mee te maken. Vaak wordt gezegd dat de leerling van nu opgegroeid is met technologie en daardoor daar veel beter mee kan omgaan dan wij oudjes. Daar komt het op neer. Als ik dat aan mijn studenten vertel, dan zeg ik ook altijd wel bij dat ik nooit precies weet wie dan de echte native is. Want zijn zij dat dan? Zij zitten een generatie onder mij, tellen zij erbij of is het nog een generatie verder? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval wordt er gezegd dat die generatie, de jongeren, dat die heel goed in technologie zijn. En wij, de ouderen, worden de digital immigrants genoemd. Voor ons is het allemaal maar erg ingewikkeld. En als implicatie daarvan wordt gezegd, dat betekent ook dat ze anders leren. De jeugd van nu leert anders en dat betekent ook dat je ze anders moet lesgeven. Want anders dan lukt het niet meer of iets dergelijks. Nou, is dat waar? Je krijgt natuurlijk dit geval als dit. Ja, wat moet hij ermee, hè? Maar er is wel wat onderzoek naar gedaan. Daar is wel het een en ander aan onderzoek naar gedaan. En dat heeft zich vooral toegespitst op wat heet multitasken. Multitasken is simpelweg verschillende dingen tegelijk kunnen doen.
En een van de dingen die je wel in de literatuur leest, is dat jongeren van nu dat wel kunnen en wij niet. Wij denken serieel, zij denken parallel, hun hersenen werken anders enzovoort. Nou, dan zou de evolutie toch wel een behoorlijk snelle stap hebben gemaakt als dat het geval is. En dat blijkt ook wel wat tegen te vallen. Er zijn wat studies gedaan, dit gaat nog over Facebook. Dat was vroeger een social media site die overigens nog steeds bestaat. Dat weten niet alle jongeren meer. Wat deden ze in dit onderzoek, wat ook wel weer grappig onderzoek is. Ze lieten leerlingen aan een taak werken, aan een huiswerktaak. En de een mocht net zo vaak als ze wilde hun telefoon checken of Facebook checken. En de andere groep mocht dat niet. Of er was een afspraak dat ze het eens per kwartier mochten of iets dergelijks. Nou, wat blijkt dan? Die groep die regelmatig Facebook checkt, die bakt er niks van als je ze dan eenmaal bevraagt over wat ze geleerd hebben. Jongeren kunnen het niet en ouderen kunnen het ook niet. Mensen kunnen niet goed multitasken, komt het op neer. En vrouwen kunnen het ook niet beter dan mannen overigens. Wat men verder ook denkt dat het geval is. En daarnaast is het ook nog eens zo dat de digitale skills, de digitale vaardigheden zou ik zeggen, van jongeren, die blijken ook nog eens vies tegen te vallen. Keer op keer blijkt weer uit onderzoek dat onze natives helemaal niet zoveel weten van computers. Nou, iedereen die kinderen heeft zien omgaan met Google, die weet dit eigenlijk ook wel. Ze kunnen dat niet zo heel goed. En wij ouderen, wij hebben nog met booleans moeten werken toen we zochten. We hebben nog een kaartenbakker zitten verroeten of iets dergelijks. Ik in ieder geval wel. Wij weten wat zoeken op internet is. Wat houdt dat in? Wat wil dat impliceren? Nou, eigenlijk dat weten jongeren meer over internet eigenlijk over het algemeen niet. Ze weten eerder minder over internet dan ouderen. Is er zoiets als een netgeneratie? Ja, je mag ze natuurlijk noemen. Ja, elke generatie mag zijn eigen naampje geven. Of je nou X, Y, Z of net noemt wat dat betreft. Nee. Moet je je onderwijs aanpassen aan de jongeren van nu? Niet noodzakelijk. Maar moet je ze digitale vaardigheden aanleren? Ja, dat wel. En dat betekent dus eigenlijk dat zo'n mythe als die digital natives mythe best wel schade kan doen als iemand dat echt denkt. Want een leerkracht die denkt, ik hoef jongeren toch niks te leren over, want dit kunnen zij beter dan ik. Ja, die ontneem je eigenlijk iets, wat dat betreft. Digitale vaardigheden, zeer belangrijk. Nou, wat werkt wel bij leren? Om daarmee op een positieve noot te eindigen. Omdat het ook wel grappig was. Robuuste bevindingen, ik noem er hier gewoon maar twee. Er zijn er meer, maar ik vind deze twee er wel uitspringen wat dat betreft. En dat zijn spaced practice en retrieval practice. Excuus, ik heb geen goede Nederlandse vertalingen voor deze twee termen, dus we laten het maar even zo. Het zijn inzichten uit de cognitieve psychologie, dus en regelmatig worden ze ook bevestigd. Nou, dan wordt het eindelijk eens een keer, weten we eindelijk eens een keer wat. We weten niet zo heel veel, maar we weten wel iets wat dat betreft. Wat houdt space practice in? Eigenlijk gewoon simpelweg iets wat we allemaal misschien wel weten, spreid het leren. Probeer niet alles in één keer te leren, maar verspreid het over de tijd. Dus niet de dag voor het proefwerk, de dag voor het tentamen, de dag voor de toets, heel hard gaan leren. Het kan zijn dat je de toets wel haalt overigens, alleen de kennis blijft niet hangen. Ja, zo simpel is het. Herhaal leerstof, maar niet meteen. Probeer het gewoon te spreiden over de tijd. Er zijn verschillende tools die je daarbij kunnen helpen. Die zijn er. Maar het doen is toch nog wel lastig in de praktijk. Maar toch, 6 keer 5 minuten leren is beter dan 1 keer een half uur. Daar komt het in zekere zin op neer. Retrieval practice, dat is eigenlijk simpelweg nadenken over dat wat je geleerd hebt, dat wat je gehoord hebt, terwijl je niet aan het leren bent. Dus dat betekent dat je actief bezig bent met het ophalen van kennis. En ik zeg dan altijd, dat kan ook op de fiets. Dus leg die telefoon aan de kant op de fiets, in zekere zin. Dat is sowieso wel verstandig wat dat betreft. En denk na over dat wat je net gehoord hebt. Dus zometeen op de terugweg, als u terug naar huis gaat, dan kunt u zeggen, waar had hij het nou ook alweer over? En probeer actief die kennis op te halen. Dat is een hele, hele goede manier om kennis te laten beklijven, zoals ze zeggen. Ook het maken van vragen voor jezelf. Ja, is een hele goede manier, waarbij de nadruk wel ligt op het zelf maken van die vragen. Mensen vragen me altijd, studenten vragen me altijd, waarover, wat voor vragen ga je stellen over deze stof, waarover we getentamineerd worden. En dan zeg ik, verzin zelf je vragen maar. Dat zijn de vragen die je krijgt waarschijnlijk. Prima leermethode. Conclusies.
Er zijn nogal wat mythes in het onderwijs. Dit was echt slechts een tipje van de sluier. Wij zeggen altijd, kom je nou iets tegen waaraan je twijfelt, kijk naar de argumenten die gegeven worden. Dus focus niet alleen op de claim die gemaakt wordt, maar kijk vooral, wat zijn de argumenten die iemand geeft om die claim te onderbouwen? Zijn die er überhaupt? Zijn ze te vinden? Probeer ze maar eens te vinden, desnoods. Mythes komen vaak voort uit hele nobele gedachten. Ik vind het wel belangrijk dat mensen hebben vaak een heel goed idee over hoe het onderwijs beter kan. Of waarvan zij denken dat is waar en dat helpt het onderwijs. Maar het blijft wel vaak een beetje bij een vaag idee. Niet een heel concrete manier waarop het onderwijs kan verbeteren, maar meer een algemene gedachte. Nou ja, zoals we moeten zorgen dat de hersenhelften meer met elkaar in harmonie komen. Effectief leren blijft simpelweg een geval van, blijft simpelweg hard werken en blijft simpelweg ook het geval van oefenen en verwerken op verschillende manieren. Dank voor uw aandacht. Dat was hem. Ja. Kasper, dank je wel. Ik heb wel een vraag voor jou. Ja. Ik vroeg me af, heb je ooit in een mythe geloofd waar je later niet meer in geloofde? En welke mythe was dat? Nee, dat is nooit... Jawel, ik denk het wel eigenlijk. Ik denk de leerstijlen, toen ik studeerde, heb ik deze test ook gemaakt. Dat is zo'n evergreen in het onderwijs dat... Dat nam ik volstrekt voor waar aan, bijvoorbeeld. Er is nog een andere die wij beschrijven. De relatie tussen gamen en geweld, bijvoorbeeld. Dat vond ik een heel overtuigende. Maar die blijkt die dus relatie dat, dat gamen gewelddadig maakt? Ja, en dat blijkt helemaal niet zo makkelijk te liggen. Het kan ook andersom zijn, namelijk. Dat een gewelddadig type ook bepaalde games uitzoekt en dergelijke. Dus die... Wij zijn altijd geneigd om een verband tussen twee zaken, om daar een causale oorzaak-gevolgrelatie in te zien. En dat blijkt toch niet altijd het geval te zijn, inderdaad. Ja. Dus ik ben daar net zo gevoelig voor als ieder ander. Oké, dus dat verband tussen game en gewelddadigheid is eigenlijk niet bestaand? Of... Licht genuanceerd. Licht genuanceerd. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Het is tijd voor vragen uit het publiek. Ik heb eigenlijk... een vraag voor iemand uit het publiek. Ja. Ik hoorde net bij de slides over mindset, hoorde ik hier achter mij hoorde ik iemand zeggen, ik ga naar huis. Mag ik aan jou vragen waarom je dat zei? Nou, omdat ik, als ik echt eerlijk ben, in 70% van deze mythes wel geloofd heb. Ja, okay. Ik voel het ook als een soort ontmaskering of zo. Dus bedankt. Ja, nee. Ja, een soort illusie die breekt. Oh, klinkt een beetje treurig, maar dankjewel dat je dat wilde delen. Chockerend. Oh, je hebt ook nog een vraag. Nou, weet je wat, mag je dat meteen stellen? Ja, ja, ligt wel heel erg voor de hand hoor, om hem nu te stellen. Maar moet de telefoon in de ban? Ja. Oké. En misschien ook okay, bedankt. Ik kan u vertellen dat... Fijn dat we dit van tevoren weten, ja. Dank je. Ik kan u vertellen dat ik had een gesprek met de minister in mei volgens mij hierover. En toen heb ik ook gezegd dat het beter was om de telefoon te verbieden. En een week later was hij weg. Dus causatie, ja. Maar toen zei de minister, we komen voor de zomer nog met een advies en dat hebben ze gedaan. Dus daar was ik wel blij mee, ja. Wil je nog een vervolgvraag stellen, of niet? Nee, ik maakte een grapje. Ik zeg, zoals de vorige minister, die is nu ook weg. Ja. Maar, wie was het? Ja, maar ik heb nu niet gehoord wat je wilde zeggen. Het waarom ben ik wel benieuwd naar. Het waarom is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Het lijkt enorm af in de klas. Ik zeg niet dat hij 100% verbannen moet worden wat dat betreft. Eigenlijk moet je de discussie breder trekken. Want als je zegt, het gaat niet alleen over de telefoon, maar het gaat ook over smartwatches. Het gaat ook over laptops en dergelijke. Je moet op een verstandige manier met digitale media leren omgaan. Maar de telefoon is wel daarbij wel een hele makkelijke afleider. Maar ik heb in de tijd ook tegen de minister gezegd, je kunt op je laptop ook een Android-emulator installeren en daar op je telefoon draaien. En toen zei ze, kan dat? Dus zo, dat is de kennis in het ministerie op dit moment. Dus, wat, een Android-emulator? Zeker weten. Wat is dat? Dat is een manier om een telefoon na te bootsen op een gewone computer. Oh. Ja. Oké, daar moet je mee uitkijken, denk ik. Ja, allemaal digital immigrants. Ja, ik ben er ook één. Ja. Dat blijkt maar weer. Verstaat.
Ik loop even naar achteren. Ja. Hi, ik merk eigenlijk twee dingen. Bij mijn vorige school heb ik geleerd dat fouten maken juist heel belangrijk was, omdat leerlingen dan die fout zouden gaan bespreken en op die manier de complexiteit achter de stof beter zouden begrijpen. En dat wilden we dan het liefst doen door Lessonup te gebruiken. Dus iedereen lekker op zijn laptop, daar zijn antwoord in te vullen en zo klassikaal de foutjes eruit te halen. Wat is jouw reactie daarop? Ja, een bijzondere manier van werken, vind ik dat. Ja. Het lijkt me nog altijd beter om geen fouten te maken dan om wel fouten te maken. Juist omdat je door fouten te maken ook juist het fout kan inoefenen in zekere zin. Een van de meest effectieve manieren om te leren is door foutloos te leren in zekere zin. En dat kan ook door het leren bijvoorbeeld heel rustig op te bouwen. Dus ik ben geen voorstander van het stimuleren van het maken van fouten. Dankjewel. Dank je. Zijn er nog meer vragen? Daar zo. Ja. Hallo, heel erg bedankt voor het praatje. Dankjewel. Ik vroeg me af, ik hoor heel veel verhalen van mensen die talen aan het leren zijn en die dat doen door gewoon series te kijken in de taal die ze willen begrijpen en zonder heel veel woordjes te leren of oefeningen te doen, dat ze het zo passief oppakken. Is dat ook een mythe of is dat juist wel effectief? Poeh, moeilijke vraag. Ik denk, iedereen die wel eens heeft geprobeerd om een taal te leren, die weet, je moet actief met die taal omgaan, anders dan komt het niet echt, dringt het tot je door. Nee, bijvoorbeeld ook het leren met Duolingo, hartstikke populaire manier om te leren. Maar is het echt leren van een taal? Ik heb iemand gesproken die had een streak van 2000 dagen, dus dat is jarenlang achter elkaar, elke dag dat gebruik, die leerde Russisch overigens. Ik zeg, kun je nou ook Russisch verstaan nu? Nu je zo ontzettend veel dat gedaan hebt. Ja, nee, ja, een heel klein beetje het verstaan, maar het is toch wel heel anders. Dus je moet een taal eigenlijk op meerdere manieren leren. Ik zou zeggen, niet alleen naar een serie kijken, maar dan ook bijvoorbeeld de woorden die je niet verstaat, op te zoeken bijvoorbeeld. Door actief te kijken, proberen jezelf daarin te verbeteren, om iets te noemen. Dus alleen het kijken zelf. Ik vermoed dat het dan in ieder geval heel lang gaat duren voordat je de taal enigszins oppikt. Dank je. Dus dat is eigenlijk een beetje dat verspreiden van het leren ook, van de laatste slide. Verspreiden en op verschillende manieren leren. Oh ja. Hey, je hebt het net ook op het eind van je verhaal over het gamen, van het licht genuanceerd. En dat pik ik eigenlijk wel over veel van de mythes op, ook die onderwijspyramide. Vaak, er zit wel wat in, maar het klopt niet helemaal. Maar nuance is natuurlijk best wel ingewikkeld. Dus kan zoiets dan toch niet gewoon goed zijn om wel een beetje het algemeen idee over te brengen? Ja, dit is wel dit is een hele goede, heel goed punt. Voor ons als wetenschappers is het best wel lastig om iets onzin te noemen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want de wetenschap is nooit helemaal zeker over hoe iets zit. Dus het ligt altijd genuanceerd, zou je ook kunnen zeggen. Dus het is best spannend om te zeggen dat iets niet klopt, bijvoorbeeld. Maar we hebben het toch gedaan. Ja, simpelweg omdat voor sommige zaken geen enkel bewijs was te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat we in de toekomst bijvoorbeeld niet anders zouden kunnen zien. We zijn zo zeker mogelijk voor onze zaak. Maar in ons eerste boekje halen we al ergens in de inleiding halen we de film Sleepers aan. Dat is een Woody Allen film uit 1973 volgens mij. En daarin, het is een knotsgekke film overigens. Woody Allen die reist naar de toekomst. En het eerste wat hij tegenkomt, ontdekt, dat blijkt in de toekomst blijkt dat het eten van slagroomtaarten gezond is. Want dat weet men in de toekomst. Dat weten wij nu nog niet. Maar in de toekomst blijkt, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat juist het eten van slagroomtaarten heel gezond is. Dat halen we aan als voorbeeld om te zeggen, ja, we weten nooit helemaal dingen zeker. Beantwoord dat een beetje je vraag of wil je een andere kant op daarmee? Nou, ik denk dat mijn vraag meer ook een beetje in de richting van, ook al zou het misschien niet kloppen, kan het dan niet nog steeds handig zijn? Oké, ja, dat is weer een andere nuance wat dat betreft inderdaad. Ja.
Ja, maar we willen. Ja, dat kan inderdaad. Maar vaak hebben die mythes toch ook wel negatieve effecten. Bijvoorbeeld de leerstijlenmythe heeft het effect dat leerlingen gelabeld worden. Dat ze gezien worden als een bepaald type leerling. En dat vind ik een verkeerde manier van ernaar kijken. Dus dat vind ik een fundamenteel verkeerde manier om ernaar te kijken. Hetzelfde geldt voor zo'n leerpyramide. Het is wel zo dat sommige van de mythes die wij noemen, dat die inderdaad wat genuanceerder zijn. Of dat die wat minder invloed hebben. Of het minder erg zijn als je daarin tussen aanhalingstekens gelooft. Maar voor veel van de mythes geldt wel dat ze in theorie ook wel schadelijk kunnen zijn. Een andere bekende neuromythe is dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. En dat kun je op allerlei manieren kan dat uitwassen hebben in allerlei rare ideeën over hoe je dan je volledige potentieel kan gebruiken. Dat is ook een prachtige mythe overigens wat dat betreft. Dus je hebt wel een punt. Wil je nog iets vragen of iets toevoegen? Oké, dank je. Ik vroeg mezelf af, hebben jullie wel eens een mythe doorgeprikt en dat je dat doorprikken later weer moest terugnemen? Dus dat de mythe eigenlijk bleek te kloppen? Nee, dat niet volgens mij. We hebben gehad dat er gewoon heel weinig over een onderwerp te vinden was volgens mij. En we blijven een beetje van het alternatieve, het coaching-therapie-circuit, blijven we een beetje vandaan wat dat betreft. Dat zit heel dicht in de therapie sector, waar we gewoon zelf niet zo heel veel van weten. En het is soms ook wel lastig, je komt aan mensen hun brood, in feite. Als je zegt van iets klopt niet, mensen worden er wel eens boos over ook. Dus, maar helemaal omkeren, nee, volgens mij hebben we dat niet gedaan. Oké. Wacht even, er zijn een hoop vragen. Ik kom zo bij jou. Hoe kom ik bij jou terecht? Even kijken hoor. Ja. Om even je knieën opzij doen. Ja, dankjewel. Yes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe erg is het eigenlijk dat sommige van deze mythes bestaan? Want als we bijvoorbeeld kijken naar de driehoek. Het motiveert eigenlijk best wel om juist ook weer andere manieren van leren aan te pakken. Bijvoorbeeld in het geval van retrieval. Zit eigenlijk alweer in die driehoek. Dus eigenlijk, zonder te weten, worden we al gemotiveerd juist die betere leerstijl te pakken. Maar dan op een onbewuste manier. Dus dat misschien eigenlijk ook weer niet erg beter. Ja, we blijven wetenschappers, dus we willen gewoon weten wat klopt en wat niet klopt. Daar komt het eigenlijk op neer. Het hoeft niet per se verkeerd te zijn. Je kunt wel, als je een leerling ermee helpt, dat is altijd de vraag. Hè? Als het hen helpt, als je tegen een leerling zegt, ja, jij leert op de verkeerde manier, je moet anders leren. Er is natuurlijk niet zoveel mis mee. Alleen ga dan uit van wat we weten dat werkt bij leren en niet van ja, je moet een andere leerstijl. Je hebt de verkeerde het punt is bij een leerstijl bijvoorbeeld. Dat houdt in dat het iets is wat niet kan veranderen. Dus jij bent zo geboren met deze stijl en dat is heel moeilijk te veranderen. Als je aan leerlingen weet duidelijk te maken dat ze een verkeerde manier van leren hebben die zij kunnen veranderen, ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar dat is eigenlijk niet eens gebaseerd op een mythe, dat is gewoon simpelweg hoe het zit inderdaad. Ja, ja, er zijn ook verkeerde manieren. Veel mensen denken dat ze op een goede manier leren, terwijl ze eigenlijk niet zo heel goed aan het leren zijn. Dus een voorbeeld van een manier van leren waarvan we weten dat die helemaal niet zo heel effectief is bijvoorbeeld, dat is het met geel markeren van belangrijke zaken. En dat doet bijna iedereen. Maar we weten, uit onderzoek, dat is eigenlijk helemaal niet echt leren. Je bent gewoon het belangrijke dingen ben je aan het aanstrepen. En als je er na een tijdje weer naar terugkijkt, dan heb je werkelijk geen flauw idee waarom je dat ook alweer had aangestreept. Of als je alleen maar die dingen neemt die je hebt aangestreept, snap je eigenlijk helemaal niet wat er staat, min of meer. Daar komt het op neer. Heel veel mensen doen dat. Nou, alleen al mensen daarover informeren, te zeggen van, dat is niet de handigste manier om ermee om te gaan. Je kan beter goed nadenken over wat er staat en het proberen samen te vatten bijvoorbeeld. Dat is veel effectiever. Dat is een nuttige kennis. Wil jij nog iets aanvullen? Jij had ook een vraag volgens mij, hè? Kom op. Ja, hartstikke bedankt voor uw lezing. Heel interessant. Ik heb veel geleerd. Korte vraag, want aan het begin van uw praatje had u al die voorbeelden van boeken over mythes aangehaald. En toen zei u iets in de richting van, maar is daar iets van blijven plakken, weet ik niet, .. Nou heeft u meerdere boeken geschreven over onderwijsmythes. Ja. En ik vul dan even voor u in, het doel is dan om de maatschappij te leren wat niet effectief leren is mogelijk. Vindt u zo'n boek dan de meest effectieve manier om ons dat te leren? Ja, zeg maar, wat is...
Ja, nou eigenlijk richten we ons vooral ook, nou niet, we richten ons op iedereen, dat klopt. Maar toch ook wel vooral op de lerarenopleidingen. Dat was ons eerste uitgangspunt. Ik geef les aan de universiteit. Ik geef ook les aan studenten die aan de hogeschool studeren. Die ook een deel PABO doen bijvoorbeeld. En in het verleden was het zo dat ik hen les gaf over onderwijspsychologie. En dit soort dingen kwamen daarin langs, in min of meer. En dan kwamen die studenten naar me toe en dan zeiden ze, ja, op de hogeschool leren we heel wat anders hierover. Daar leren wij, wij moeten onthouden wat voor leerstijlen er zijn, dat soort zaken. En dan zei ik natuurlijk dat ik gelijk had en dergelijke. Maar dat was soms heel lastig. Dus we zijn eigenlijk vooral begonnen vanuit het idee van de stof die de studenten op een leraaropleiding leren, die moet wel goed zijn. En Paul Kirchner heeft met een aantal mensen onderzoek gedaan, onderwijspsycholoog, heeft met een aantal mensen onderzoek gedaan naar wat voor leerstof zit er in de literatuur die leerlingen op de studenten op de PABO krijgen. En daar bleek behoorlijk veel onderwijsmythes bleken daarin voor te komen. Dat begint minder te worden. Nou, dat vind ik winst zelf. Dus nou, we hebben wel enig effect. Ja, dankjewel. Ja. Het was echt een hele leuke meta-vraag. Is een boek over leermythes niet ook een leermythe? Dankjewel. Daar was het. Ja, ik heb best wel wat gelezen van Harold Beckering. Dat is natuurlijk een neurowetenschapper. En een supporter van de Agora scholen. Ja, en hij zegt, onderwijs moet met name nieuwsgierig maken en verbinden. Wat ik een prachtige uitspraak vind trouwens. Maar ik ben benieuwd hoe je kijkt naar het curriculum VO en het bestaan van ons eindexamen. Ja, dat is een grote discussie binnen onderwijs in het algemeen. Misschien even voor de mensen die iets minder ingewijd zijn in deze discussie, zeg maar, wat is de kern hiervan? Nou, eigenlijk simpelweg of het huidige voortgezet onderwijs niet heel strikt is. Hè, daar komt het een beetje op neer. Schools natuurlijk, het is schools ook. En allemaal door dezelfde hoepel, hè? Is dat nog van deze tijd? En is het curriculum nog van deze tijd? Nou, ja, en dan hebben we vakken. En dan heb je andere vormen van onderwijs, onder Agora, die eigenlijk alles wat wij normaal standaard vinden in onderwijs loslaten, zoals ze hebben geen klassen, ze hebben geen leraren, ze hebben geen toetsen, ze hebben geen lokalen. Alles wat, dat soort zaken hebben ze allemaal niet. Wat hebben ze dan wel? Eigenlijk een heel leren in vrijheid, eigen onderwerpen, onderwijscoaches en dergelijke. Ik doe geen uitspraken over andere personen wat dat betreft. Harold heeft daar wel een beetje een reputatie inderdaad. Wordt dat binnen vanuit onze visie is dat niet de meest effectieve manier van leren. Heeft zich ook nog niet bewezen. Ik denk overigens dat voor sommige leerlingen, niet iedereen redt het in het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen hebben gewoon een andere aanpak nodig. Voor hen kan het een prima manier zijn om op te bloeien, in zekere zin. Maar het onderwijs heeft zich nog niet echt bewezen wat dat betreft. Ik denk ook dat het enigszins een karikatuur maakt van het reguliere voortgezet onderwijs. Want er zijn ontzettend veel keuzemogelijkheden binnen het reguliere onderwijs. En ik vind dat hoepeltje eigenlijk wel best wel groot waar je doorheen springt wat dat betreft. Dus allemaal door dezelfde hoepel, maar wel een hele grote hoepel zou ik zeggen. Hoe denk jij daarover? Nee, ik wil nog even één doorvraag. Want zeg je daarmee dat het eigenlijk prima is, het systeem wat we nu hebben? Ik vind het niet zo heel slecht systeem, nee. Nee dat maar zeg maar ik vind je dat zelf of heb je dat ook onderzocht? Nee, ik heb het niet onderzocht. Okay. Nee. Sterker nog, dit is een hele lastige, want juist als je vanuit de reguliere onderwijswetenschappers is er best wel veel kritiek op Agora-onderwijs. In dat tijd was er ook veel kritiek op de Steve Jobs-scholen van Maurice de Hond bijvoorbeeld. Maar een tegenvraag die dan vaak gesteld werd was van, ja, maar in het huidige, het reguliere onderwijs zijn ook heel veel zaken die niet per se wetenschappelijk onderbouwd zijn. En dat is niet onwaar inderdaad, dat klopt. Dus het jaarroostersysteem, de manier waarop kinderen in klassen zitten en dergelijke. Ja, dat is allemaal op een gegeven moment historisch zo gegroeid. Wil niet zeggen dat het niet effectief is of niet werkt, maar wetenschappelijke onderbouwing die is niet altijd even sterk, nee. Dat klopt. Ik denk dat wij ergens in het midden elkaar tegenkomen hierin. Ja, ja. Hoe ik er naar kijk, ik denk dat er heel veel vrijheden zijn. Het zou voor mij meer ontwikkelingsgericht mogen. Echt ontwikkelingsgericht naar kinderen kijken. Ik vind dat we dat echt te weinig doen, zeker in een bovenbouw.
omdat daar dan geen ruimte meer voor is. En ik vind dat je daar kinderen echt tekort mee doet. Maar dat is ervaring, hè? Ik ben geen wetenschapper. Ja, maar u heeft wel gelijk dat er weinig, dat het wel enig gebrek aan consistentie is vanaf de basisschool tot aan een universiteit bijvoorbeeld. Dus eerst leren kinderen heel zelfstandig werken en dan ineens wordt het weer heel schools. En dan is het weer, in de universiteit bijvoorbeeld, is het weer heel zelfstandig. Dus daar zitten gekke gaten eigenlijk in. Ja. Wat dat betreft. Dat nou, en wat ik ook, ik vind de wereld verandert dan zo snel. En het onderwijs verandert echt heel langzaam. Dus ik weet dan niet of dat dan nog op elkaar aansluit. De wereld verandert altijd snel. Het onderwijs hobbelt er in een beetje achteraan. Dat is wel een regel, inderdaad. Dank je. Interessante discussie. Hier is iemand die heel graag iets wil zeggen. Ja, wacht even. Vragen. In het basisonderwijs is nu het ADI en EDI-model zeer populair. En wat is dat model? Het actief direct instructiemodel of het effectieve direct... expliciete directe instructiemodel. Gaat dat een mythe blijken te zijn of is dit gewoon keihard bewezen? Nou, ik wil Marcel Schmaier niet boos maken. Wacht heel even voor. Het directe instructiemodel, wat is dat? Heel kort. Ja, misschien kunt u het voor me samenvatten. Ja. Nou, het zijn hele duidelijke structuur waarin je een instructie moet geven... waarbij je nou, je eerst zorgt dat je de voorkennis goed activeert. Daarna kort vertelt wat een kind moet doen. Het dan samen inoefent. En daarna mogen kinderen het zelf doen. Het is eigenlijk een heel heldere vorm die steeds herhaald wordt om kinderen heel direct iets te instrueren. En leerkrachten in het basisonderwijs worden hier echt op beoordeeld, hè? Er worden groepsbezoeken gedaan en ook kleuters van 4 schijnen het ook heel goed te doen met dit model. Ja. Nou. Jouw vraag is eigenlijk van, kan later blijken dat dit ook een mythe is? Nee, ik denk dat, ik denk dat het meevalt. Er is wel ik ken de discussie hierover enigszins. Er is wat discussie over in de zin van, bijvoorbeeld van kinderen van 4. Dit is eigenlijk, ik noem het zelf altijd een beetje de onderwijswetenschappen versus de pedagoog. Hoewel we het allemaal samen doen hoor, wat dat betreft. Maar de onderwijswetenschappen zegt, geef ze les als ze 4 zijn. Begin zo vroeg mogelijk. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld ongelijkheid tussen kinderen. Daar ben ik volstrekt van overtuigd. De pedagoog zegt, laat ze toch lekker spelen. Enigszins. Maar de EDI-methode is een. Er zit een redelijk stevige theorie achter. Maar er zijn ook wel. Ook weer, net als bij elke andere manier van werken. Het heeft ook weer zijn eigen uitwassen, kan het hebben. Wat dat betreft. Dat je het heel strak gaat toepassen. En op YouTube staan hele enge video's van mensen die volgens EDI werken. En dan denk je van, nou, is dat nou de manier van werken? Heel streng en heel. Zijn ze eng? Ja, het is een man die met een staf slaat op de grond en dan moeten alle kinderen in de maat iets antwoorden en dergelijke. praktijken waar wij over het algemeen niet zo heel erg van houden, daar komt het om neer. Maar dat komt eigenlijk ook, in het vroeger leerde je de tafels op te dreunen, simpelweg. Hele effectieve leermethode wat dat betreft, maar daar houden mensen ook niet meer zo van. Het is helemaal uit het onderwijs verdwenen wat dat betreft. Dus dat. En ik denk dat de situatie waarin het toegepast wordt niet altijd de juiste situatie is. Dat het soms niet om een instructie gaat en toch dat model wordt toegepast. Geen enkel model moet je strak toepassen. Dat is een algemene regel wat dat betreft. En dat is wel zo'n. Een onderwijsmodel is een model. Dat kan je dus leiden of enigszins helpen om je onderwijs vorm te geven. Maar strak aan een model houden, dat moet je gewoon simpelweg niet doen. Nee. Altijd zelf blijven nadenken. Ja. Oh ja, sorry. We zijn het gelukkig eens. Ja. Nog één vraag. Nee. Ja. Bedankt. Wat denkt u van de Pomodoro-techniek? Dat is 25 minuten werk en dan 5 minuten niks, toch? Dat komt op neer, toch? Ja. Tomatentechniek. Weet ik niet. Ik ken de methode. Ik weet eigenlijk niet of er onderzoek naar gedaan is, naar die methode. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat het een manier is waarop mensen zichzelf trainen om echt in ieder geval 25 minuten aan één stuk iets te doen. Mensen die regelmatig hun telefoon checken, die moeten dat ook maar eens proberen. Dat is, daar valt nog niet mee wat dat betreft. Dan is 25 minuten nog best lang wat dat betreft. Ik ken mensen die het toepasten, die waren er tevreden mee. Ik heb voor mezelf altijd gezegd, het past niet bij mij. Ik weet het eigenlijk niet.
Dus ik ken het techniek, maar ik weet het oprecht niet of het effectief is. Dit is dan onmiddellijk, als ik thuis ben straks, ga ik dat dus opzoeken. Hè? Ja. Ja, misschien kun je later nog achter het antwoord komen door Casper een mailtje te sturen of zo. Ja, ik kan ook zelf zoeken. Ja, okay. Dat is ook waar. Altijd, hè? Je had een vraag, ja. Ja, je sabelde net wat leerstijlen neer. Kan je wel studenten of leerlingen indelen in begeleidingsintensiteit die ze nodig hebben? Of is dat ook... Intensiteit van begeleiding, dat ja, de een heel veel begeleiding ja, nodig heeft? Ja, de een heeft heel veel begeleiding ja. nodig en de ander kan veel zelfstandiger werken. Nou, dat is over het algemeen wel het geval. Iedereen die lesgeeft, die kent dat wel. Ja. En ik begeleid ook studenten voor een bachelorthese en een masterthese bijvoorbeeld. En ook in opdrachten. Dat verschil zie je wel heel duidelijk. Ik zou het niet een stijl willen noemen. Ik denk ook wel dat het iets is wat bijvoorbeeld wat kan groeien. Je probeert ook de eerste teugels wat strakker te houden en dan wat losser te laten bijvoorbeeld. Maar het is wel zo inderdaad dat bij sommigen denk je van hier heb je heel veel werk mee, zal ik maar zeggen. Want die wil ook, vraagt ook heel veel. En de ander kan inderdaad wat zelfstandiger werken. Ja, dat is wel zo. Dat zou een leerstijlenindeling zijn die wel... Ik weet niet of het een leerstijl is. Ik vind het meer een... Ja, misschien een gewoonte. Een leergewoonte zou ik het dan misschien eerder noemen. Behoefte misschien? Ja, een behoefte kan het ook zijn, ja. Ja, oké. En dan noemen we dat stijl en dan zijn we witter. Oké. Uiteindelijk is het maar een woord, hè? Ja. Ja. Dank je. Ja, dank je wel. We raakten er net al eventjes aan over methodes die ook gestoeld zijn op onderwijsmythes. Ik ben benieuwd hoe u de rol ziet van de wetenschap daarin. Moet die daar misschien meer in optreden? Ja, dat is een goede, ja. De vraag wat de wetenschap doet. Ik vind dat wetenschap daarin wel enigszins, dat wij daarin enigszins actief mogen zijn. Moeten zijn misschien wel. Dat gebeurt niet altijd. Niet elke onderwijswetenschapper is even geïnteresseerd in, laat ik zeggen, wat er gedaan wordt met wat ze onderzoeken. Wij proberen dat wel echt actief toe te passen en toch ook wel gewoon mensen te informeren. Daarom hebben we onze boekjes ook, vind ik dan, redelijk laagdrempelig geschreven. Voor een groot publiek. Maar wel onderbouwd. Dus het is wel wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat psychologieboek dat wij hebben geschreven is ook gereviewd door erkende psychologen, zodat er geen gekke dingen in staan bijvoorbeeld. Maar wat je zegt, ik vind echt dat wij onderwijswetenschappers daarin best een actieve rol mogen vertonen. Ja. Doen jullie dat nog op een andere manier? Dat jullie bijvoorbeeld langsgaan bij lerarenopleidingen of... Ik mag zo nu en dan spreken voor leraren bijvoorbeeld. Dus ja, dat doen we inderdaad wel. Ja, probeer ik die. En Pedro helemaal trouwens. Ja. Ik ben nog één vervolgvraag, maar gaan jullie bijvoorbeeld ook in gesprek met leermiddelen aanbieders? Of gaat dat dan weer te ver? Op dit moment nog niet. En ik woon in Houten en daar zit ook Noordhof bijvoorbeeld. Dat zijn de mensen achter getallen en ruimte bijvoorbeeld. En moderne wiskunde, want de twee concurrerende wiskundemethodes worden gewoon door dezelfde uitgever uitgegeven. Zo werkt dat in uitgeversland. We gaan er niet actief mee in discussie, maar ik vind dat we dat wel best zouden kunnen doen inderdaad. Ja. Wij uiten ons dan gewoon kritisch op social media bijvoorbeeld, zoals iedereen dat doet. En heel soms wordt er dan ook nog geluisterd. Wat dat betreft. Wat zou je dan tegen hun zeggen? Nou, hou rekening met onderwijsmythes die ook inderdaad in leermiddelen kunnen voorkomen, inderdaad. Ja. En, heb je daar een voorbeeld van? Nee, ik zit te denken, onderwijl natuurlijk heb ik een voorbeeld daarvan. Dan zit het meer in andere zaken. Bijvoorbeeld dat ik de wiskundemethodes veel te talig vind, om maar iets te noemen. Dus, ik zit nou te denken, gisteren kwam ik nog een voorbeeld tegen. Ga gewoon mensen volgen op Twitter en dan kom je alles tegen wat dat betreft. Maar een voorbeeld ging over kamelen in Australië. En dat was een heel verhaal daarover, met vragen erover. Waar vindt dit verhaal zich, waar speelt zich dit af en dergelijke. En hoe zit het dan? Waarom zijn er kamelen in Australië? Want die zijn er. Dat was in een wiskundeboek. Dit was een voorbeeld uit getal en ruimte. Oh. Ja. En een heel verhaal. En het is een wiskundeboek, ja. Ja, dan denk ik ook van, dit moeten we niet doen. Dus. En waarom is dat niet goed? Nou, het is geen wiskunde. Heel simpelweg. Ja, dat denk ik. Hoe dat dan in die methode komt, dat weet ik niet. Zijn je vragen al voldoende beantwoord? Oké. Okay.
Ik ben wel benieuwd hoe het nou zit met het leren van de taal en het verschil tussen een kind en een volwassene. Ja, daar was ik al bang voor, maar dat werd, het voorbeeld werd genoemd. Komt niet uit ons boek. De suggestie werd gegeven als antwoord daarop, vond ik een hele goede. Dat kinderen die waren er nog niet zo goed in, geloof ik. En ouderen die hebben wat anders aan hun hoofd dan om te leren. Over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat bij het leren van een taal een aantal zaken, zoals het uitspreken van woorden bijvoorbeeld, als je dat leer je in een heel vroeg stadium door te horen van je ouders of wie dan ook en dergelijke. Verlies je min of meer het vermogen om dat nog te leren. Dus zoals de Engelsen het uitspreken, dat leren wij nooit meer. Hoe lang we het ook oefenen, maar misschien nog extreem veel oefenen, 10.000 uur of iets dergelijks. Dan leren we het misschien nog. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen tweede taal kunnen leren bijvoorbeeld. Veel van de voorbeelden daarvan dat mensen dat niet zouden kunnen, die komen uit de Amerikaanse literatuur. En daar is mijn idee. En dat Amerikanen spreken vaak maar één taal. Dus die vinden dat heel bijzonder als iemand een tweede taal leert. Dus daar is veel op gebaseerd naar mijn idee. Maar ik heb geen antwoord op je vraag in dit geval. Sorry, die vraag kwam ook uit mijn research, niet uit die van hem. Ja. Hier nog een hand. Oké, nog zo. Nou, in deze lezing gaat het heel erg over de leerprocessen, waar mythes over zijn. Ik maak in mijn colleges vaak onderscheid tussen leerprocessen en ontwikkelprocessen. Heb je ook het idee dat deze mythes dan vooral gaan over leerprocessen en minder over ontwikkelprocessen? Of is dat... Kunt u een voorbeeld geven van een ontwikkelproces? Nou, bijvoorbeeld een gesprek voeren, dat is een ontwikkelproces. Dat leer je niet door een directe instructie of door te volgen. Nee, daar hebben we ons minder mee bezig gehouden, inderdaad. Ja. Ik zit wel te denken, we hebben de 70-20-10-mythe, dat staat in ons eerste boek, maar ik vergeet altijd, dat is iets met non-verbaal en verbaal. Dat de meeste communicatie non-verbaal is of iets dergelijks. Daar hoort dus een percentage bij, dat is al interessant, 70-20-10. Die hebben we wel benoemd, bijvoorbeeld. Maar geen echte andere ontwikkelprocessen, nee. En zit niet heel veel onderwijs juist op ontwikkelprocessen en wat minder op leerprocessen? Ja, wij focussen simpelweg wat meer op het leren. Ja, dat hoort ook wat meer bij de onderwijswetenschap, denk ik. Wat dat betreft. Maar op de meetbare onderwijswetenschap. Ja. Waar geef jij les in? Ik geef Nederlands op de PABO. Ja. Ja, goed. Interessant. Dank je. Ja, ik had een vraag over het idee, zeg maar, dat zoveel mensen dus deze mythes niet kennen. En dat u dat heeft onderzocht en wetenschap en zo. Maar is dan eigenlijk niet gewoon nog steeds de kloof tussen wetenschap en praktijk te groot? En moeten we dan daar niet aan werken? Ja, wellicht wel inderdaad, ja. Bedoel je nu de praktijk van het onderwijs? Ja, dit is wel een goede. Ik denk dat de onderwijswetenschap soms wat ver van de praktijk staat, wat dat betreft. Dus ik ben het met je eens, denk ik. Okay. Ja, zo simpel is het. Ja, ik ben het met je eens. Heeft u nog een idee daarover hoe we dat dan kunnen aanpakken? Ja, het wordt wel aangepakt, maar dat wordt dan gedaan via lerarenbeurs en dergelijke. En ik vind ook belangrijk, leraren hebben tegenwoordig meer toegang tot wetenschappelijke artikelen. Dat is verbeterd de afgelopen jaren. Er bestaat een conferentie als ResearchEd bijvoorbeeld, op meerdere keren per jaar tegenwoordig en op meerdere plekken in het land waarin onderwijsonderzoekers en leraren op een bijna in zekere zin een informele manier samenkomen. En daar heel veel van elkaar leren. Ik heb dat ook een aantal keer mogen bezoeken en ook het een en ander mogen vertellen. Dus er vindt wel het een en ander op dat gebied plaats. Ik beloof wetenschap, denk ik, wat dat betreft. Dat is fijn, dat is fijn, dank wel. Ja. Maar werk eraan mee, zou ik zeggen. Ja, ja dat doe ik. Ja. Is het niet ook heel moeilijk om echt bewijs te vinden voor dingen die in de klas plaatsvinden, of die wel of niet werken? Omdat er in het klaslokaal natuurlijk zoveel verschillende dingen spelen. Ja. En de wetenschap vaak best wel naar één onderdeel kijkt. Ja. En dat onderzoekt. Er is een kritiek die leraren ook wel geven, dat we te stellig zijn. Dat we te goed denken te weten hoe het zit. En daar ben ik het eigenlijk ook wel soms mee eens. Je moet soms al te stellige uitspraken vermijden. En zeker als je zegt tegen een leraar, je doet het fout, want... Weet ik het, de wetenschap zegt dit.
De klassenpraktijk, dat is wel waar, de klassenpraktijk is ingewikkeld. En onderwijs is ook simpelweg een systeem. Als je aan één radertje draait, dan draait het hele systeem in zekere zin. Dus ik snap die kritiek wel, wat dat betreft. We moeten het ons ook niet te belangrijk maken misschien. Ja. Even een omweggetje maken. Ja, goedenavond. We hebben nu heel veel gepraat over zeg maar, wat je dan tegenover de leraren vertelt en hoe zij dan die mythes leren en zo. Maar even vanuit een student dan. Ik ben tweedejaars student nu hier in Utrecht en ik heb afgelopen jaar van de studieadviseur van een opleiding precies die plaatjes gezien over de leerpyramide en de collegezaaltrechters en de leerstijlen. Dus ik merk dan op dat ook hier in Utrecht en op de middelbare school eigenlijk overal precies nog die mythes worden verteld. Dus wat is dan voor iemand die niet een leraar is, een toegankelijke manier om wel de juiste praktijken te leren, zoals zeg maar spaced practice en dat soort dingen, behalve natuurlijk uw boek lezen? Dat wilde ik net suggereren. Ja, dat klopt. Ja, dat is, daar moeten wij ook aan. Daar werken wij ook aan. Het is werkelijk. Het is niet een onbegonnen strijd, helemaal niet hoor. Maar het is wel zo inderdaad dat het ontzettend wijdverbreid is in de mensen die zelf. Ook die studieadviseurs, die zijn hierin ook opgeleid. Die zijn dit ook tegengekomen. Dus zij handelen te goede trouw. Het is ook allemaal niet rampzalig hoor, wat dat betreft. Ik bedoel, je kan best goede adviezen krijgen op basis van een verkeerde theorie. Maar het is wel tekenend dat ook aan deze universiteit het nou ontzettend moeilijk eruit te krijgen is, wat dat betreft. Ja. Nou, is onderwijswetenschappen een kleine studie in Utrecht. Ik zeg het even netjes, een hele kleine studie wat dat betreft. Niet onbeduidend, maar wel belangrijk. We doen ons best. Er wordt ook echt naar ons gekeken wat dat betreft, zodra er in het onderwijs iets plaatsvindt. Tijdens de afgelopen periode, toen ineens al het onderwijs online moest, waren wij ineens het grote voorbeeld van hoe dat dan moest. Bijvoorbeeld, hoe doe je toetsing als het thuis moet, om er iets te noemen. Maar qua invloed is het soms nog wel lastig. Het is echt een proces wat dat betreft. Ja, van lange adem. Dank je. Ik heb ook nog een paar vragen uit de chat binnengekregen. Okay. Bijvoorbeeld een vraag van Geert DV. Hi Geert, als je er nog bent. Welke mythes zijn gangbaar in het hoger en in het beroepsonderwijs? Even denken. Hoger onderwijs, weet ik even zo niet of daar een specifieke mythe voor geldt. Volgens mij staat er in ons boek een, maar die heb ik even niet op mijn hoofd. Welke dat specifiek zou... Oh ja, er was er één dat... Er was onderzoek gedaan waaruit bleek dat tijdens een college dat de hersenen dan in een soort slaapstand gingen van studenten. Dat ze nog maar... Dat de hersenactiviteit minimaal was. Totale flauwekulstudie was dat bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk altijd, komt het erop neer dat de traditionele vorm van lesgeven of college geven, zoals iedereen die eigenlijk wel kent, dat die ten eerste ouderwets is, wat helemaal waar is, maar ten tweede dat die niet effectief zou zijn, wat gewoon volslagen onzin is. Ja, en daar komt het telkens weer op neer. MBO weet ik even niet zo goed. Of daar zijn geen specifieke mythes die ik zou kunnen noemen die daarop betrekking hebben. Is daar nog iemand? Dank je. Wacht, ja. Ik ga nog één vraag uit de chat vragen. Een vraag van Tim. Heb je misschien nog tips voor een startende leraar om niet in deze en andere mythes te trappen? Ja, trappen niet in. Maar inderdaad, ja, die hebben we. Eigenlijk is dat toch wel gewoon simpelweg, laat je niks aanpraten. Want er komt ontzettend veel langs qua ideeën, qua theorieën en dergelijke. En ja, simpelweg wees kritisch, analyseer. Er zijn verschillende methoden. Ik heb net voor het blad JSW, wat de kijker wellicht kent inderdaad, heb ik net een stuk geschreven over neuromythes. En daarin heb ik ook een aantal manieren genoemd waarop je daarmee om kunt gaan om ze te herkennen in de klas waar ze langskomen. Want we hebben het nu over mythes die we hebben beschreven, maar er komen ongetwijfeld weer nieuwe bij. En wat is dan een manier om die te herkennen of om ermee om te gaan? Nou, bijvoorbeeld op zoek naar de bron van een theorie. Waar komt het vandaan? En wat kan ik ermee? Stel dat het niet waar zou zijn. Hoe zou dat mij beïnvloeden? Dus eigenlijk kritisch analyseren van de claims die gemaakt worden in zo'n theorie. Ja,
Maar dat kost natuurlijk wel veel tijd om al die artikelen te gaan uitpluizen. Ja, fijn dat jullie dat doen. Ja, volg ons, zou je ook kunnen zeggen. Vraag het ons desnoods, wat vind je ervan? Afgelopen week kwam er nog een vraag langs van een lerares of een moeder over beelddenken. Bij mijn zoon is gediagnosticeerd dat hij een beelddenker is. Hebben jullie daar iets over gezegd? Ja, daar hebben we een hoofdstuk over geschreven in ons tweede boek. Dat is een zeer bijzondere manier van diagnosticeren. Die gelinkt wordt aan autisme, aan hoogsensitiviteit en dergelijke, maar die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Nou, daarmee informeren we mensen. Met bronnen erbij. Ja. Dank je. Er is hier nog een vraag. Ik vroeg me af, binnen de universiteit en eigenlijk onderwijs over het algemeen wordt er best wel een onderscheid gemaakt in alfa, beta en gamma en zo. Ja. Maar eigenlijk wordt dat onderscheid ook een soort doorgetrokken naar mensen. Zo van, dit is echt een beta-mens, dat is echt een alfa-mens. Is dat een mythe of is dat gebaseerd op iets? Toen ik op het gymnasium zat, dat is lang geleden, had je de alfa's en de beta's. Ik denk als je ze op een rij had gezet dat het wel gelukt was om ze te onderscheiden van elkaar. Vraag me niet hoe het zat, maar de beta's waren toch was een ander slag, zei je dan de alfa's. De alfa's hadden altijd lange haar, ik weet niet waarom. Ik denk niet dat het terug te voeren is tot een bepaald type. Het kan wel zijn dat bepaalde dingen je beter liggen bij het leren dan andere zaken. En misschien is dat wel gecorreleerd aan je levensstijl. Ik zou het niet kunnen zeggen, nee. Okay. Nee, sorry. Ik weet wel, natuurlijk, kijk, de man-vrouw verhouding is simpelweg ook anders tussen de verschillende studierichtingen. Tussen de alfa, beta en gamma richtingen. En dat heeft natuurlijk ook al enigszins een weerslag op wat voor mensen er rondlopen bij een studie. Waar dat verder ook vandaan komt. Dank je. Geen heel direct antwoord, maar is ook al lastig hoor, wat dat betreft. Maar wel een interessante vraag. Ja. Hier is ook nog een vraag. Ja, nog eentje dan. Het mooie natuurlijk deels aan die mythes is dat ze zo, en waarom men het onthoudt, is dat ze vaak in zo'n mooie statistiek zijn verpakt. En dat het natuurlijk met een mooi plaatje wordt gebracht en men gaat het geloven. Het is heel makkelijk om te geloven, het is heel makkelijk om het over te brengen. Hoe zorgt u er nou voor dat u het tegendeel bewijzen dat dat ook zo krachtig mogelijk wordt overgebracht? Dus hoe kan je nou, ja. kan je daar weer ook het tegenbeeld, kan je dat ook weer in zo'n krachtige statistiek verpakken? Of hoe zorgt u daarvoor? We missen een mooi verhaal, wat dat betreft. Wetenschap is best, wat dat betreft, de werkelijkheid is, wat dat betreft, saaier dan het verhaal. Dat denk ik ook. Daarom is mythologie ook zo populair naar mijn idee. Neem de boeken van Stephen Fry over de Griekse mythologie bijvoorbeeld. Prachtig om te lezen. Nou, sowieso mythologie of Noorse mythologie. Dat zijn hele mooie verhalen waarvan je weet, het is misschien niet helemaal waar, maar het had waar moeten zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Was het maar waar geweest, in zekere zin. En zo geldt het natuurlijk voor onderwijsmythes ook. Hè. Het was mooi geweest als het zo zat. Dat maakt namelijk de wereld een stuk eenvoudiger over het algemeen ook. Maar de echte wereld is simpelweg wat genuanceerder, wat complexer. En ik denk dat we gewoon het eerlijke verhaal daarover moeten vertellen. Maar misschien moeten we inderdaad kijken of we dat op een mooiere manier kunnen verpakken, inderdaad. Want dat is, ons verhaal is wel. Nou, het ontdoet wel iets aan de mythologie, ja. Ik ben het ermee eens. Ja, het is natuurlijk moeilijk om een grafiek te maken van iets wat niet klopt. Oh, dat kan hoor. Ja, kan dat wel? Het is alleen geen goede grafiek, ja. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Nou, ik zie één hand. Ik zie ook één hand. Nou, goed getimed allemaal. Nou, misschien is dit dan ook wel een mooie laatste vraag. Je had het net al over het markeren. Van tekst wat eigenlijk niet effectief is. Ja. Waar kan ik meer van dat soort goede tips vinden met studeren? Ja, wat we beschrijven ze in ons psychologieboek bijvoorbeeld een aantal. Heel concreet zou ik het je niet kunnen zeggen waar ze achter elkaar staan. Eigenlijk betekent gewoon bij studeren moet je actief, het betekent eigenlijk actief bezig zijn met de stof. Actief nadenken over de stof. En de intuïtie, de misconceptie die veel mensen hebben als ze leren, is dat als ze bezig zijn, dat ze dan aan het leren zijn. Dus als je maar gewoon iets aan het doen bent met de leerstof, als je maar gewoon het leest bijvoorbeeld, doorleest. En vaak zeggen studenten tegen mij als ze hun tentamen bijvoorbeeld niet gehaald hebben, dan zeggen ze, maar ik had heel veel gedaan. Hè? Dus ik had er heel veel tijd in geïnvesteerd. En mensen denken altijd, tijd, dat vertaalt zich in een goed cijfer. Dus eigenlijk is het ook oneerlijk, hè? Want je hebt heel veel tijd erin geïnvesteerd, maar dan heb ik geen voldoende gehad. Dat is gek, dat klopt niet met elkaar.
Maar je hebt het niet effectief gebruikt, die tijd. Daar komt het op neer. Dus je hoeft niet heel hard te leren. Je moet vooral snappen wat er staat. Daar komt het eigenlijk op neer. En actief over nadenken. Probeer het aan een ander uit te leggen waarmee je bezig bent. Enzovoort. Dus dat zijn manieren om het toch beter te leren, denk ik. Dankjewel. Misschien een leuk idee om tijdens de uitweek wat flyers uit te delen over effectief leren of zo. Ja, wij doen ook tijdens de voorlichting bijvoorbeeld voor de universiteit hebben we ook workshops gehouden voor ouders en de aanstaande studenten over effectieve leermethoden bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, leuk. Ik zei dat het de laatste vraag, maar hier is iemand die echt nog heel graag ja, ik zie het. Allerlaatste. Sorry voor daarachter. Je had beloofd dat je de laatste was. Excuus daarvoor. Niet alleen leerlingen studenten leren, maar ook hun docenten en hun managers. En onder managers, het leren van managers, zijn alle kleurentheorieën heel populair. Ja. Dus niet dat ik nu een hele beroepsgroep in één keer broodloos wil maken. Maar is er daar wat over te zeggen over die indeling in stereotypen, in die typologieën? Ja, de DISC. De DISC, het is het. Mag ik één ding zeggen hiervoor? Ja. Wij hebben hier een hele avond over georganiseerd, over een paar weken. Die hele avond gaat over de DISC-theorie, de kleurentest. En dan komt er een wetenschapper die komt dat helemaal uitpluizen in hoeverre dat klopt. Maar Casper mag ook antwoord geven. Ja. Kijk, het punt is dat... misschien weten we alles al. Het punt is, als je naar persoonlijkheidstheorieën gaat kijken, dan kom je in een moeras terecht. Dus ik vond het echt ongelooflijk. De MBTI bijvoorbeeld, ook zo'n ding. Sommigen zetten dat op hun LinkedIn-profiel, 4 letters, en die duiden jou dan aan. Het is volslagen flauwekul, werkelijk. Een ongelofelijke flauwekul. Ja, en kleurentheorie. Ja, over een aantal jaar geeft het beestje een andere naam. Het heeft elke zoveel jaar een andere naam. Hè. Dus de MBTI is gebaseerd op de psychologie van Carl Jung bijvoorbeeld. Ja, dat is pure pseudowetenschap. Dus dat is het beste wat ik ervan kan zeggen. Maar daar gaat een hoop geld in om, dat klopt. Dankjewel. Toch nog een afsluiter met een gestrekt been. Die zijn altijd fijn. Dank jullie wel ook allemaal voor jullie aanwezigheid. Wacht.